De rode duivel van de dag is Romelu Lukaku. Wat kun je me vertellen over deze speler? Nou, dus Romelu is op het moment is helemaal ontploft bij Everton. En ook bij de nationale ploeg. Want normaal, in het verleden, was Benteke daar de diepe spits. En Romelu heeft dat helemaal overgenomen. Heeft hij ook afgedwongen door zijn spel bij Everton. En ik denk dat hij op het moment de spits is, dat hij dat verdient. Voor mij, wat ik net al zei, heb ik liever Origi bij wijze van spreken. Omdat hij veel beter kan voetballen, vind ik. Maar Romelu die is sterk, vooral als hij de ruimte krijgt. En op het moment, ik geloof dat hij in Engeland 25 ingeschoten heeft. Dus dan kun je niet zeggen dat je een slechte spits bent. Ze kunnen er niet omheen. Ik denk nee, en plus dat hij dat afgedwongen heeft. Want normaal, als hij niet scoorde, werd hij eraf gehaald. En nu mag hij blijven staan. Dat is al een winst die hij gemaakt heeft vergeleken bij de jaren daarvoor.